Hallo mensen, welkom bij aflevering 14 van Rome tot waar Julia ik ben. We zijn Segesta aan het besieten en die valt binnen een turn. En de Galliërs zijn blijkbaar... Oh, maar hier zijn ze teruggedrongen. Nou ja, de Galliërs die waren Lugdunum. En Massilia volgens mij is dit. En Massilia aan het besieten. Maar de Germanen hebben blijkbaar de Galliërs verdreven hier. Dus even kijken waar de Galliërs nou precies zijn en vooral hoe het hiermee zit. Oh, het is dus in handen van de... Oké, opeens de Carthago. Lijkt al Hannibal, die dan via Spanje hierin komt. Maar we maken echt vrij veel winst. We zijn ook de rijkste natie hier. Even kijken naar... Oké, opeens zijn we naar beneden. Wat Carthago opeens. Maar we maken echt in één keer zo. Pam. Zo, opeens heel veel winst. Maar Carthago is hard naar beneden. En wie groeit er eigenlijk? Hoe zit het eigenlijk met de Seleuciden? Oh, de Seleuciden waren dus wel een tijdje de rijkste. Maar... Niet nu dus. Ze zijn naar beneden. Hoe zit het eigenlijk met de... Military. Ze gaan wel naar beneden, ja. Hoe zit het met de Galliërs? Oh, die zijn ongeveer... Allemaal op dezelfde punt als ons. En Carthago en de Senaat. De Germanen dan. Oké. Oké, de Seleuciden hebben een vredesverdrag met Armenië geregeld. Wat hebben we gebouwd? Mooi, we hebben Legend Barracks. Dus kunnen we eindelijk... Kunnen we Hastaat principes regelen. Laten we die doen. Of nee... Eerst een goede muur. En dan Bacchus. Wat doet dit nou eigenlijk? Laten we die doen. En dan gaan wij... Principes maken. 4 van ze. En die komen in dit leger. En dan gaan wij naar Gallië. Met dit leger. Dus het goed is de volgende turn. Oké. Oh ja, wacht, natuurlijk. Ik had met mijn diplomaat had ik naar hun gestuurd. Maar ze willen trade rights. Dat is wel goed. En dan sturen onze diplomaat in Carthago sturen we naar... Het is misschien wel handig als we met hun doen. En dan kunnen we zo tegen de Germanen vechten. Dus laten we dat doen. Zijn ze trouwens in oorlog met de... zijn de Britten trouwens in oorlog met de Germanen? Dan ga ik zo kijken. Luvaven, waar is dat? Oh, daar. Ja. Kan ik wel even snel inpikken. En slave. Dat doen we natuurlijk altijd met rebellen. Oeh, opeens maakten we veel minder winst. Oh, maar dat is waarschijnlijk... Dat is waarschijnlijk doordat we units creëren. Mooi, we hebben principes. Dus we gaan hier sowieso goudmijn creëren. Het blijft op normal tax rate. Dat en extra happiness. En dan blijft er natuurlijk een klein legertje. Ik denk dat 2 van de Hastati hier blijft. Dus dan doen we die. Deze gaan. Zo daarheen. En dan gaan ze hier. Gaan 3 units hierheen. En dan hebben we weer een aardig legertje hier.
En die gaat naar Luwhaven. En daar... We gaan even wachten totdat we alle drie van deze principes hebben. Oh ja, we zouden nog eventjes met deze diplomaat naar... Naar Numidia. En ik denk dat Numidia, die heeft vast wel een stadje hier ergens. Zo. Wat kunnen we nog meer doen? We hebben nog een extra diplomaat hier. Het is een partien. Kunnen we ook trade rights mee. Mooi, dan hebben we dat ook. En dan denk ik dat wij met deze diplomaat naar Armenië gaan. Die is hier ergens, denk ik. Kunnen we ook meteen zien hoe goed Armenië is. En dan kunnen we kijken waarom Armenië een vredesverdrag met de Seleuciden nou. Misschien staan ze wel juist heel slecht voor, dus dat weet je niet. Dus jij gaat daarheen. Dan denk ik dat we al klaar zijn voor deze turn. Kun jij iets bouwen? Nee. Jij moet extra happiness. Laten we die bouwen. Zo. En wanneer ben jij trouwens nou eindelijk eens een keer 6000? Oh, bijna, bijna. Dus nog maar even een beetje snel rekenen. Ongeveer 1,5%, dus 1% daarvan is 60 ongeveer. Zijn ze dus eigenlijk, en dan ongeveer, dus 90 per keer. Dus binnen 2 turns, ongeveer 2 turns zouden ze dus, zou dit 6000 inwoners zijn. Nou, ik vind het al goed voor deze turn. Dus laten we, wacht eens even. Dit is een enorm sterk leger. Behalve deze dan. En zijn deze goed? Ik weet niet. Vooral deze. Deze die kunnen phalanx vormen. Die zijn vrij sterk. En die hebben ook vrij veel mannen. En dan hebben we dit vage Carthagese leger. Maar ja, we gaan dus end turn even doen. Oeh, ja, ik had hem natuurlijk naar mijn poort moeten sturen. Stuur hem meteen naar onze poort. Ik denk dat we ook sowieso even wat meer boten moeten. We hebben nauwelijks... Dit is ons zo'n beetje ons enige boot. Dus laten we maar eventjes 2 bootjes creëren. Armenia Partia. Oké. Okay. Zo. En dan gaan wij hierheen en dan gaan we dus naar Armenia. Dus de Armeniërs moeten hier ergens zitten. Kunnen in principe alvast daarheen vertrekken. Laten we dat ook maar gewoon even doen. Dan gaan we meteen daarheen trekken. Geven we hier wat extra principes. En dan heeft deze 2 paarden. En die gaan we dan ook daarheen sturen. Holy shit, die groeit best vrij snel. 5,5%. Hoeveel groeit deze dan? 7%. Even kijken. Oh, dan kunnen we Roman Arches maken. Doen we. Ik vind het zo vaag eigenlijk dat deze Barbarian stad betere gebouwen heeft dan onze hoofdsteden. Die zo'n beetje 3 keer zoveel inwoners hebben. Maar ja, laten we een volgende turn doen. Ik wil eigenlijk wel zo snel mogelijk Massilia inpikken voordat... voordat de Germanen ze weer inpikken. Oh ja, hier zijn de Numidiërs. Kunnen mooi trade rights zetten. Ja, misschien kunnen we ook nog even map information zetten. Dan zetten we ook nog even onze map information. Ben wel benieuwd. Oké, nou ja. Dit is hun gebied dus. Maar dit was
aflevering 14. Ik hoop dat jullie een leuke aflevering hebben gevonden. En dan zie ik je weer de volgende keer.